Nou, laten we hopen dat het drukje wel scheepsrecht is. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schaven en vooral als jullie het niet weten, deze video probeer ik al dagen al te bewerken en in te spreken, maar steeds crasht Sony Vegas. Dit is al de derde achtereenvolgende keer van de dagen dat ik het probeer en dat Vegas ermee uitscheidt. Dus hopelijk doet hij deze keer wel en zo niet. Ja, we worden even kijken wat we dan gaan doen. Maar goed, lekker boeien. Interessant. Heb je die vorige race gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechts moet ietsje. Klik erop. In deze video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. De vorige race verliep niet zo goed. We werden 11e. De score werd 12e. Maar dat is geen probleem. Hopelijk kunnen we dat vandaag dus wel goed gaan maken. Volg me even op de sociale media. @Gierlandschaan op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. Imola belooft wat leuks te gaan worden. Waarom? We hebben een sprint race. Dus dubbele kans op punten. En de auto moet het hier vooral goed gaan doen. Maar op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 35. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Hopen dat wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Of nee, toch niet? Aan onze ronden inzetten. Een hele goede eerste en tweede bocht. Kom aan bij de laatste bocht in onze eerste run. En dat is een 11e tijd met een 1.17.9. Goed gedaan. Dan zijn we inmiddels doorgewezen naar een P21 helaas. Moeten er dus nog een keer voor gaan zitten. Kijken of deze ronde wel goed gaat. Pakken al gelijk tijd goed in de eerste bocht. Zo hoort het. Jazeker. Goed gedaan. Maar we verliezen wat tijd in sector 2 en 3. Helaas. En regen komt op het circuit. Er is regen voorspeld. Dus dat kan nogal spannend gaan worden. Zitten nog tot nu toe in het rood. Een 10e boven onze eigen tijd. Staan op een P21 nog steeds. We rijden hier wel in het groen, jazeker. En komen aan bij einde van mijn derde run in Italië. En dat is de 16e tijd. Met een 1.17.4. Voorlopig goed genoeg om door te kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Helaas rijden hier wat mensen die uit de pitstraat komen mij in de weg. Nog eens de snelste in Q1. En wij komen op een P18 terecht. Jammer, maar helaas is het op naar de sprintrace voor aflevering nummer 35. Daar gaan we. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Running through the driver grid order for today's exciting sprint. Lando Norris will lead us away from pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Verstappen, Carlos Sainz, and Hamilton, Perez, Fernando Alonso, Ocon, and Nicholas Latifi, Gasly, Magnussen, Alex Albon, and Teo Pourchaire, Joe, Tictum, Yuki Tsunoda and the Professor, Schwartzman, Richard Vershaw, Stroll and Mick Schumacher. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Okay, this is our engine supplies home Grand Prix, so let's give them a race worth watching. Dus onze thuis motorrace, dat is Ferrari.
kijken of wij ook een goed resultaat kunnen behalen in de sprintrace. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Je weet het maar nooit. Geen regen voorspeld, dus dat is goed om te zien. 11 rondes lang. Ja, knokken eigenlijk. We gaan gewoon beginnen voor de Formation Lab hier. Voor de sprintrace in Emilia-Romagna. We vertrekken dus vanaf een P18. Een hele hoop werk te doen. Heel veel informatie van de ingenieur. Maar dat weten we onderhand wel. Einde van de Formation Lab. Kom aan bij de grid. En kijken of wij er goed in kunnen. Jazeker, goed gepositioneerd. Dan gaan we gewoon beginnen voor de sprintrace hier in Emilia-Romagna. Aflevering nummer 35 van F1-22 My Team Career Mode. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg, flink wat wielsman al te pakken helaas. En we Schoor en Stroll hebben al gelijk een plekje veroverd. Schwarzman is goed weg. Maar het zit hier een beetje opgesloten. Stroll maakt het daar drie dik. En hij profiteert van Verschoor en Schwarzman. Wij dus terug naar P21 helaas. We hebben Mick Schumacher achter ons. We kunnen hier dan iets zometeen hier bij de buitenkant proberen bij Verschoor. Dat lukt zeker. Elkaar licht geraakt, maar dat is geen probleem. En dat is P20. De volgende heet dan Robert Schwarzman. En dan zitten we in ronde nummer 2 van de race. Als daar Yuki Tsunoda het probeerde, maar dat mislukte. Yuki Tsunoda is de auto kwijt. En we hebben een virtual safety car. En Tsunoda is uitgevallen na die touché. In ronde nummer 2 van de sprintrace. Virtual safety car is inmiddels weer weg en we kunnen weer verder racen hier in Emilia-Romagna. Nog steeds op P18. En DRS is beschikbaar gesteld door Race Director. Dan zitten we in ronde nummer 5 van de race als we daar Schwarzman hebben die kijkt naar de buitenkant. Is er voorbij. Wij remmen laat en gebruiken hem als afremblok. Het gaat daar niet zo goed. We raken daar elkaar meerdere keren. En het is geel in sector 1. Daar is iets gebeurd. En de safety car is op de baan geroepen. Heel veel auto's staan daar stil. Heel veel auto's. Jazeker. Onder andere Alonso. Hamilton volgens mij. En we moeten Alonso trouwens voorbij laten. Want die hebben wij ingehaald onder geel. En dat lukt hier mooi. De safety car dus op de baan in ronde nummer 5. We Schoor naar een P. Wat is het? Weet ik niet. Aan de binnenkant van Kwang Yuzhou. Ook goed gelukt. En dat is P11. De volgende heet dan Nicolas Latifi in ronde nummer 9. Moeten hier dus als 8e finishen om punten te pakken. We hebben zicht. Helaas is dat niet meer gelukt. Eindigen op een 9e plek omdat Perez een 5 seconden tijdstraf heeft gekregen. Norris start dus op pole position in de hoofdrace. Wij dus naar een 9e plek komen helaas net te kort voor een punt in de sprintrace. Is het op naar de hoofdrace. Alright, race over. Take care of the car on the way in. We
Nou, hier bij onze uitslag van de sprintrace. Norris start dus op pole position voor de hoofdrace. Sainz naar P2, Russell 3. En wij dus helaas naar een P9, ondanks die straf van Perez. Op naar de hoofdrace. Hello there and welcome back to Imola, home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters in red today. They've all turned out for what we have every expectation will be a sensational event here at the Emilia-Romagna Grand Prix. And like most Formula One tracks, Imola is driven anti-clockwise and offers our drivers today just over 3 miles of glistening wet tarmac to negotiate. It's made up of a roughly equal split of 9 right-hand turns and 10 left-hand. Watch the drivers on the way into turn 16. Managing their speed there will be crucial, with the rain only adding to the difficulty of that downhill braking section, which then, of course, leads them into the track's longest straight, though no DRS there today, of course. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lando Norris will lead us away from pole position. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Ocon, Alex Albon and Verstappen, Gasly, Magnussen, the Professor and Fernando Alonso, Latifi, Stroll, Sergio Perez and Joe, Schwartzman, Mick Schumacher, Sir Lewis Hamilton and Charles Leclerc, Teo Pourchaire, Tictum, Tsunoda and Richard Vasseur. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. It's not going to be plain sailing for our drivers today, although with the sky falling as it is, perhaps sailing isn't too far from the truth. Anthony Davidson, could be a wet one today. Great to have you with us. What are your thoughts? It is a touch damp, isn't it? Well, as a driver, there are 3 big things to worry about when racing in these kind of conditions. Standing water, tyre temperature and visibility. Judging distance to the cars around you is really tricky when you're driving through the vast amounts of spray that these wet weather Pirelli tyres kick up. Nou, we starten dus op de full wets. Regenbanden eronder gezet. Nou, we gaan beginnen voor de formation lap. We vertrekken dus vanaf een 9e positie. In de top 10 dus. En misschien kunnen wij wel naar de punten rijden deze race. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Heel veel informatie zoals altijd van Mark Priestley. Er is niet zoveel spray op de baan. Maar we moeten denk ik nog een keer naar binnen voor de intermediates. En dan nog voor de droogweerbanden. Goed verhaal. Komen we aan bij onze gridslots en dan gaan we gewoon beginnen voor de hoofdrace hier in Emilia-Romagna. Na een uitstekende sprintrace, nu het echte werk. Komen we in ieder geval heel goed in het vak. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 35. Voor de hoofdrace hier in Emilia-Romagna. We vertrekken dus vanaf een 8e positie. En de lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Heel wat wielspin al gelijk te pakken. En heel veel posities al verloren helaas. Onder andere aan Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Wie was dat nog meer? Geen idee, maar Tictum kan niet profiteren. En wij proberen daar Leclerc terug aan te vallen. En dat lukt aan de binnenkant in de eerste bocht. Buitenkant. Betere exit pakken en dat is P17. Helaas. Lewis Hamilton valt aan bij Mick Schumacher. Zit ernaast. Wij zien dit. De Leclerc probeert het aan de buitenkant. Lukt ook niet. Duwe trekwerk hier op het krappe circuit in de regen. Daar aan de binnenkant van Schumacher gezet. Jazeker. Hamilton kijkt bij Schwartzman aan de binnenkant. En wij rijden dus op een P16. Schwartzman en Hamilton nog steeds zij aan zij. En tikken daar per ongeluk de Russische coureur helaas aan. Hamilton voorbij, Schwartzman, wij dus achter de Rus. En kijken daar aan de binnenkant. Jazeker, goed gedaan. Geen goede start. Maar goed, het is wat het is.
zitten we in ronde nummer 3 van de race. Als we daar iets te veel doorschieten. En dat ziet Mick Schumacher. En Schumacher is wijd gegaan. En valt heel ver terug. Wij rijden dus op een P15. Daar zit Leclerc aan de binnenkant te kijken. Redt hij dat? Dat redt hij zeker. Nu op de exit. Overtekenknop aanzetten. Leclerc aan de binnenkant nog steeds. Moet hier helaas opgeven. En wij rijden nog steeds op de 15e positie rond. De volgende heet dan Guangyu Zhou. Herhaling wat er is gebeurd met Mick Schumacher. Die ziet mij daar wijd gaan en schrikt daarvan en rijdt zelf in het grind. En dan stopt hij hier even volgens mij of hij rijdt langzaam door. Hij rijdt langzaam door en valt heel ver terug. In ronde nummer 5 is de regen verminderd en wij gaan naar de intermediate. Ik ga proberen om een undercut op deze jongens die allemaal doorrijden te slagen. En komen terug op een P18. En Perez helaas ge-undercut. Dat is jammer. Op P20. Twee posities verloren helaas. Moeten we nu naar Zhou Guangyu rijden. Of Guangyu Zhou, hoe die ook heet. Tot nu toe een interessante race. Zijn al flink wat sneller. En daar zitten we aan de binnenkant van Kevin Magnussen te kijken. Voor P9. Jazeker, want iedereen is al naar binnen gedoken. En wij komen terug op een 10e positie. Maar omdat we Magnussen hebben ingehaald, rijden we op de 9e positie. Goed gezegd. We zitten in ronde nummer 17 van de race. Over de helft. Albon gaat daar wijd. Dat ziet Lewis Hamilton. Hamilton kan misschien profiteren van dat gevecht voor onze neus. Wij moeten nu toerijden naar de zevenvoudig wereldkampioen. Daar moeten wij dus nu naartoe rijden. Dat doen we ook. Mooi flink, jazeker. Latifi op de 11e positie. Verstappen en Albon waren het die met elkaar aan het knokken waren. Gele vlag wordt gezwaaid, gele vlag wordt gezwaaid. Er is iets gebeurd. Er valt iemand stil. Als ik dat goed zeg. Fernando Alonso valt uit. Ook in de hoofdrace. Volgens mij viel hij ook in de sprintrace uit, als ik dat goed zeg. Weet ik niet zeker. En hier is het dan gedaan. Dat achtergrondmuziekje, dat is het soms wel en soms niet. Ik weet niet hoe ik dat kan uitzetten. In ronde nummer 18 is het tijd voor de droogweerbanden. En hopelijk kunnen wij Hamilton in de pitstraat inhalen. Ik denk dat Albon hier een podium gaat pakken als hij zo doorgaat. Dus dat doet hij heel goed. Goede pitstop, jazeker. En komen vlak voor Max Verstappen weer de baan op. Maar voor Lewis Hamilton. Goed gedaan. Een inhaalactie in de pitstraat zie je niet vaak, maar toch gebeurt het. En komen terug op een P8. Rijden dus in de punten. 4 punten erbij als het zo zou gaan eindigen. Moeten nu Lewis Hamilton zien af te stoppen, want Max Verstappen rijdt al gelijk van ons weg. Dat gat is al gelijk 19e geworden. Gaat richting de seconde. Albon rijdt ook in de punten voor Aston Martin. En dan zitten we in ronde nummer 22 nog 10 rondes te gaan. Als we daar Lewis Hamilton hebben. Die heeft veel snelheid. Die heeft heel veel snelheid. Toucheert daar ons.
en wij weten de auto op een of andere manier te redden. Hamilton heeft zijn voorvleugel helemaal kapot gereden. De safety car is op de baan geroepen. Maar wij hebben geen schade. Wij hebben geen schade. Ik weet niet hoe we dat hebben gedaan. Maar toch. En Hamilton moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Herhaling van Lewis Hamilton. Ja, wij doen ook wel een move naar de linkse kant, waardoor Lewis niet meer dat op tijd zou aankomen. En dus, ja, is het mijn schuld. Maar ik krijg er geen straf voor, gelukkig. Hamilton wel, want die moet naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. En heel zijn race kan in de prullenbak worden gegooid. Dan zitten we in ronde nummer 25 van de race. Als we naar Max Verstappen zijn toegereden. Gaan daar een beetje wijd. Maar het is geen probleem. We kunnen naar Verstappen toerijden zelfs. Jazeker. En hier dan aan de binnenkant. Zet de paas in sector 2 neer. En aan de binnenkant kijken wij bij Max Verstappen. En dat is P6. Goed gedaan. Op naar Lando Norris voor de 5e positie. Een prima race tot nu toe. Overdekknop aanzetten. En Carlos Sainz noteert de snelste race ronde. Verstappen zit aan de wou naar de binnenkant kijken. Alleen dat mislukte. Ook aan de buitenkant lukt het helaas niet. Wij blokkeren de landgenoot stevig en flink. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Carlos Sainz wint ook de hoofdrace. Charles Leclerc is naar ons toegereden, maar kan het niet meer goed maken. 7e eindigt hij. Wij dus naar een 6e plek. Goed gedaan. Weer punten gepakt. Is het op naar de volgende race. Alright, race over. Take care of the car on the way in. It's a performance that our Emilia-Romagna Grand Prix winners can be justifiably proud of, and I'm sure there'll be celebrations tonight. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think that smart time management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Goed, hier wordt dan dus de race-uitslag. Carlos Sainz wint de hoofdrace voor Ferrari. George Russell naar P2. Norris vertrok van pole naar de 3e plek. Wij dus naar de 6e positie. 8 punten erbij. Goed gedaan. De score komt op een P12. Toch nog, ja, prima. Prima resultaat voor mijn landgenoot. Eén uitvaller, Fernando Alonso. En wij dus 9e in het coureursklassement. Staan gelijk met Lando Norris. En ja, Theo Poortje is ook niet al te ver weg. En staan gelijk met Alpine voor P5 in het constructeurskampioenschap. Doen het tot nu toe uitstekend. Het Team McLaren is gewoon, zoals altijd, goed. Netjes. Top gedaan. Van alle drie de sponsoren de doelen behaald. 1,02 miljoen erbij. Verschoor en ik hebben helaas wat schade gereden. 60k ook erbij. In totaal $12,61 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, bloot dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijks F1 22 Mighty Kremel content.
sowieso abonneren als je nieuw bent. En ja, vertel het ook even aan een maat. Van, hey, die gozer heeft een gamekanaal. Waarom niet even abonneren? Daar doe je mij een groot plezier mee. Waar je me ook een groot plezier mee doet, is vooral liken. En volgen op de sociale media. Volg me gewoon even op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Janan Mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende! Hey bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet!